Een hele goede morgen. Leuk dat jullie kijken. Ik ben Sterwegbert. En wie ben jij? Kiki Mia. En Kiki Mia die zit ook de vlog te openen, hè, op de camera. Ja. Ik heb ook zo één. Ja, die is cool, hè? Ja. Jouw is nog cooler. Wat? Jouw is nog cooler. Ja, is die van mij nog cooler, hè? Ja. Ik heb mijn glitters. Jij hebt mijn glitters, hè? Nee, papa niet. Papa saai zwart, hè? Ja. Ja. Ik zie niet zo goed jouw glitters. Nee, papa heeft geen glitters erop, hè? Vind je glitter niet zo mooi? Papa vindt glitters heel mooi, schat. Ik hou niet van. Dus ik ga hem eventjes aankleden. En dan wil je zo meteen naar Mitchell en Martijn? Nee. Nee? Wil je ook geen masje eten daar? Nee. Nee? Dan is het uit. Dus, en ik heb mijn telefoonhoedje binnen. Fucking cool. Hatsee. Dus, ja, ik ga hem even aankleden. Neem je je camera ook mee? Ja. Twee vloggers on tour? Ja. Ja? Nou, let's go. Papa, wacht even voor mij. Oh, waar wil je als eerste heen dan, Kiki? Papa, wacht even. Kiki zit de camera aan doen. Goed zo. Schatje. Rustig. Kusten. Merci. Waar wil je als eerste heen? Ik ga deze eerst even open. Ja, papa krijgt een lamme arm. Wat? Nee, je moet aanmaken. Ja. Waar wil je als eerste heen dan, schat? Naar Joey. Wil je naar Joey? Gaan wij gezellig naar Joey, hè? Ja. Ik wil ook zo'n camera met games erop. Die is gewoon een spelletje op de camera aan het spelen. Leuk spelletje, Kiki? Ja? Taartje stapelen, hè? Mocht een taartje ook opeten dan? Oh-oh. Lekker ding. Ja, spelletje, hè? Yes, ik drink de koffie nog eventjes op, want het dakje is bijna leeg. En dan gaan we die kant op. Oh, telefoon. Oh, telefoon. Sta je hier eens kleren op te ruimen? Ja, van je dochter. Zit meneer met zijn telefoon op zijn computer. Schrik me helemaal de pleuris. Als we dan even bij RBZ aankomen. Zo ziet hij wel leuk uit, hè. Neem even een tasje met eten mee. Honger. Oké, we zitten weer in de oude RSS voor mij. Het blijft echt een monster van de wagen. Ze weg weer in de Zwolle. We moesten even een auto ophalen en dan zien we jullie zo weer. Wat een machine. Het blijft een mooi ding. Hop, 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 hop. De stuiter. Het blijft een beest van een machine. Wat een geweld had hij, heeft hij. Dat moet ik zeggen, ik heb hem wel gemist in dat moment. Maar ik ben wel blij dat ik eraf ben. Oh, is die nog hoor. Kijk eens wat een beest. En hij is nog steeds kop, jongens. Misschien binnenkort niet meer. En we zijn weer terug van de dikke rit. Hartstikke leuk was het weer, maar ik zal hem nooit meer willen hebben. Jij hebt ook druk geweest met de camera, hè? Nee? Ik wil maar zien. Dus wij gaan richting de verjaardag. Ik weet niet of ik veel gefilmd heb op de verjaardag. Misschien wel wat van... Jasmine er ook! Is Jasmine er ook? Ja! Oh, dat is cool, hè? Jasmine! Jasmine komt ook, hè?
is helemaal, ik vertelde dat aan haar, ze wordt helemaal gek. Dus ik weet niet of veel gaan filmen daar zo, misschien wel wat van Kiki. Dat vraag ik dan altijd even aan Rens. Ik zal even wat filmen. Want je zit toch een beetje met privacy. Sommige mensen willen hun kinderen er niet meer in. En dat soort dingen. Dus die niks aan, geeft niet. Iedereen is ding. Je mag hem wel meenemen. Dus we gaan die kant op. Maar niet daar. We hebben hier ook Garfield in huis. Oh, die zit echt te genieten van de zon. Ah, oh, schatje. We gaan die kant op. Let's go. Frank, headshot. Frank, sit down. Frank, stand up. Frank, pass out. Frank, wake up. Frank. En toen waren we weer thuis. Heb je het gezellig gehad, Kiki? Kiki is een beetje moe. Dus die gaat lekker zo naar bedje toe. Nee? Waar ga je pakken, Kiki? Daar, hier, schat. In de la. Hier. Nou, doe ze niet zo gek. Moet ik hem pakken? Nee, niet die. Kom. Ja, lekker. Nou, het moet in je neus hoor. Ik ook. Nou, dat prikt als je me in je ogen... Niet doen. Gewoon in je neus nu. Hallo. Doe even in je neus. Goed zo. Zag je het? Nou, even het topje. Ja, doe hem er maar op. Moet je neus ophalen? Niet doen, want dan zit het dopje helemaal vol. Doe nou niet. Kijken. Ja, papa is nog aan het filmen. Kijk. Kijk. We gaan Bobby lezen. Ga je Bobby lezen? Nou, kom, ga boekje lezen. Ik wil kijken. Mag je zo meteen kijken? Ga lekker naar bedje toe. Ik moet nu kijken. Ja. Ga je nog iedereen doei zeggen? Doei iedereen. Dan mag ik nu kijken. Schat. Wouter zegt dat ik te lul ben. Stuurt hij via Snapchat. Hoezo? Hij is toch aan het werk? Heeft hij jou een Snapchat gestuurd? Nee. Ik ben het artikel aan het lezen over die skipartij. Wat zegt hij? Weet je serieus niet wat hij zegt? Nee. Je hebt een samenswering. Nee, helemaal niet. Nee, ik weet echt niet wat hij zegt. Stef wil graag met mij naar een automeeting. Mag dat? Kus, kus. Dan gaat hij over een half uurtje drie kwartier weg. Twee hard poppetjes. Ik had hem dus alleen gezegd. Ik zeg, er is een meeting. Oh, wil je heen dan? Ik zei, nou, weet ik nog niet. Jij bent de lul, stuurt hij. Zie je, samenswering. Oké, en ik rij hier. En dat is niet zomaar. Ik rij hier met een plan. Heb ik nog niemand verteld. Want dit is last minute besproken. Ik ben Wouter helemaal aan het ophalen. Want ik heb in één keer in mijn bolle as bedacht om nog even naar een car meeting te gaan. Dus ik zeg, Wouter, we gaan. Let's go. Dus we gaan even een uurtje knallen. Misschien drie kwartier van maken. Dat gaan we nog wel meemaken. Dus we zien jullie zo weer. Wouter, heb ik gezellig met ons gaan nemen. Lekker man. Last minute, of niet? Doek. Ken je gewoon? Ken gewoon, gastje even.
Wij zijn aangekomen in Enschede. Maar wij zien iedereen wegrijden, dus wij zijn wel benieuwd. Oh, nou, hier hebben we ons antwoord. Politie. En niet een beetje. Maar echt gewoon 7 à 8 politieauto's, busjes. Dus wij gaan maar even kijken of er nog een andere locatie is. IJsbaan Enschede. Een ijsbaan. Dus we waren er net. Nu zijn we onderweg naar een ijsbaan. Maar hier stond net ook een politiemotor. Maar die is weg. En de RS6 ook. Dus we zien jullie zo. Oké, wij zijn in Enschede uitgezet. Maar wij hebben de navigatie aan en Wouter hoor ik in één keer die navigatie Engels praten. Ik zeg waarom? Hij heeft zijn hele telefoon in het Engels staan. Ja. Niet helemaal, waarom? Dan leer je sneller Engels. En dat is fijner. Ja, dan kan ik mijn telefoon weggooien, dan snap ik er helemaal niks meer van. Ik snap er nu al niks van. Ja, ik wel. Maar we zijn in ieder geval onderweg naar de volgende locatie, Engelo. En we gaan jullie daar wel even zien. Tot zo. Oké. Daar gaan we gedeelte. We gaan naar de volgende. Ondertussen heb ik Wouter thuis afgezet. Nee, wat is hier om? Dat is de vriend. Hij slaapt denk ik voordat hij binnen is. Yo. Dus ik ga nu ook onderweg naar huis en dan gaan we lekker bedden. Oh, ik ben ook thuis. Oh jongens. Dus het was niet zo'n hele geslaagde avond vind ik. Want ja, werd het ook eens weggestuurd. Maar als je weggestuurd wordt, dan ga je gewoon weg. En zelfs het Enschede, ze hebben 24 uur verbannen. Dus we mochten 24 uur Enschede niet meer in. Kan gebeuren. Dus we zijn naar Hengelo gegaan. En dan hebben we wel wat langer, Hengelo niet, toen zijn we naar Almelo gegaan. Dus er konden wel wat langer gezellig met z'n allen staan. Maar hij staat er weer. Morgen hebben we een lange rit voor de boeg. Kijk morgen even. Dus ik zeg tegen jullie, like en abonneer. Tot de volgende keer. Later.